Hi allemaal, dit is Jelena en ik ben er weer voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag bij deze Q-Time zit ik met mevrouw Wandana Ramlaal. Ze is een pedagoog en ze heeft haar eigen bedrijf en die heet Teach Consciously. En ze gaat me daar alles over vertellen. What is a Q -time. Hi mevrouw Wandana. Hey, hoe is het? Goed met u? Ja, goed, dank je. Dat is. Mij <laughs> ik bij even aan mijn apropos, sorry. Geen dank. Ah, It's okay. my pleasure for asking you how you are. <laughs> Teach Consciously. Wat, wat doet u allemaal? Wat is dat? Nou, Teach Consciously is een trainingsinstituut. En vanuit het ons instituut bieden we diverse trainingen, opleidingen, cursussen. Zeg maar dat bieden we aan. En um, trainingen op onderwijsgebied voor scholen, zodat ze beter kunnen functioneren. Ook wel voor het bedrijfsleven, zodat ook zij beter kunnen presteren. Maar zeker ook voor pedagogisch medewerkers. Dat zijn dus studenten die dus een opleiding willen volgen. Om in een crash, in een kinderdagverblijf, zeg maar werkzaam willen zijn. En um, ja, we vinden het heel leuk om dat te doen. Je maakt mensen blij als je investeert in mensen. Tuurlijk. Mensen willen blijven leren. Dat is ook mooi als ze die visie hebben toch. Van mm -hmm. levenslang leren. En wij zijn blij dat we vanuit Teach Consciously daar invulling aan kunnen geven. En wil hij dit al altijd doen? Wilt hij altijd al... Uh... Deze trainingen geven aan mensen? Ja, training geven is echt mijn passie. Mm -hmm. Eigenlijk um, zie ik mezelf niet iets anders doen. In die zin, ik was al heel jong toen ik wist wat ik wilde worden. En ik zou en ik moest gewoon leraar worden. Maar um, ik wilde niet gewoon leerkracht worden, ik wilde kleuterleidster worden. En dat heb ik ook gedaan. En toen ik eenmaal kleuterleidster was, ben ik van daaruit verder gegaan. Voor mij was het oké. Okay. Ik was kleuterleidster. Hij had de hoofdkleuterleidsterstudie gedaan en voor mij was dat zit. <kacht> maar mijn vader, Weyland, die was zo teleurgesteld in het feit dat ik ervoor koos om kleuterleidster te blijven, dat hij zei, meisje, ik kan me niet voorstellen dat je dat je hele leven lang wil zijn. Hmm. En ik dacht, deze man begreep me gewoon niet. Maar hij was zo diep teleurgesteld, want oh. ja, in zijn tijd, hij was een topschoolleider, hmm. En hij zag dat kleuterleidsters op een gegeven moment op één niveau bleven. Hmm. Toch, als je niets verder doet aan je eigen ontwikkeling, ga je op een gegeven moment praten als die kinderen. Van, Pak dat stoeltje mm -hmm. en kom zitten achter die tafel en wat is je eisje en je tasje. Mm -hmm. Dus het stoorde hem dan. Dus hij dacht, dan komt er nog één in mijn huis. Mm -hmm. hey, ik moet zelfs dat, 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 iedere keer dat gaat dus, komen zeggen. Klopt. Dus toen ik zag dat hij zo teleurgesteld was, dacht ik: Weet je wat, ik ga sowieso doen wat ik wil, maar laat me kijken wat hij bedoelt. Mm -hmm. En toen ben ik verder gaan studeren. En toen heb ik echt de wegen bewandeld uh, die hij vond, dat, ja. bij, juist, hij vond zoiets van, je kan veel meer. En terecht, ik heb heel veel geleerd en het is een mooie weg die ik bewandeld heb. Om vanaf de bottom te groeien, weet je, tot je master of education, mm -hmm. was heel leuk. Maar um, nu na zoveel jaren, nu ben ik 47, kies ik toch weer ervoor om veel aandacht te schenken aan het jonge kind. Die early childhood education, dat trekt me heel veel aan. Ik weet wat kinderen nodig hebben. Ik weet hoe ze moeten ontwikkelen. Dus ik power dat ook heel veel bij Teach Consciously in de opleiding van pedagogisch medewerker. En we hebben heel mooie plannen om veel te doen op dat gebied van het jonge kind. Wauw, nou, het jonge kind is ja. blij met Teach Consciously. Ja. En het is altijd, ik zeg het zo vaak, maar als ik aan deze kant zitten en kijk naar mensen die vertellen over hun passie en dingen doen die ze blij maken. En het, Jullie stralen zo uit. Het is zo mooi om te zien. Dus whatever you're doing, you keep on doing it. Because yeah. it looks so good on you. <laughs> ja, 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 ja. En het maakt je ook een, een gelukkiger mens. Ja, yeah, dat het. It vooral. definitely does. Ja. Ja. Oké. Okay. Teach consciously. Waar zijn jullie gevestigd? We zijn gevestigd in Paramaribo aan de Roraklaan nummer 16. Mm -hmm. Daar staat ons bedrijf en daar zijn ook de trainingszalen waar mensen kunnen komen om hun trainingen zeg maar, te volgen. Ja. En je gaf aan, jullie hebben zoveel plannen die jullie, mm -hmm. in het bijzonder op een jonge kind willen, of voor een jonge kind hebben laten uitschrijven en gaan uitvoeren. Ja. Welke plannen zijn die? Ja, dus we, we denken sowieso aan een opleidingsschool, toch? Dus mm. een stageplek waar de studenten kunnen om echt te leren werken met het jonge kind. En dat, dat is al voor een groot deel gerealiseerd. Mm. Maar ook gewoon informatieprogramma's, weet je ...heel veel dingen doen... ...dingen op het gebied van... ...dingen die, die, die zeg maar nu gangbaar zijn... ...bijvoorbeeld pesten... ...hoe ga je om met kinderen... ...meewerken aan op, opvoedprogramma's... ...zodat ouders tools uitgereikt krijgen... ...van hoe kan ik het beter doen... ...maar niet alleen maar ouders... ...maar ook zeker opvoeders... ...van wat kan ik doen om het jonge kind... Weet je, ...om een goed fundament te leggen... ...en ervoor te zorgen dat die ontwikkeling... ...smooth verloopt. Dat is altijd Um, je gaf aan dus ouders kunnen komen, of verzorgers mm -hmm. en begeleiders, en ook dus mensen die al bezig zijn met kinderen, zoals ja. de crashleiders en mensen, nannies bijvoorbeeld, ja, die zouden ook. bijvoorbeeld ook kunnen komen. Dus als ik uh, morgen besluit, want ik heb nog eens het gehaald van de opleiding pedagogiek, gewoon uh, hypothetically speaking, kan ik komen naar Conscious... Uh, Teaching yeah. Yes, daar mm -hmm. bij jullie kom ik. <laughs> yeah. En dan kan ik me gewoon aansluiten? Of is er een, is er een, een vast, vaste periode dat deze trainingen worden verzorgd? Nee, we hebben een, een opschuifsysteem. Mm -hmm. Als je dus um, komt en je, wil, en je kiest voor een opleiding. En nu wat erg, wat erg populair is, is die opleiding tot pedagogisch medewerker. En je wilt deelnemen, dan kun je heel makkelijk aansluiten binnen twee, drie weken. Omdat we met een modulair systeem werken. En je kunt dus backwards gewoon deelnemen. Dus die mogelijkheden hebben we. Maar als je komt voor een training, dan hangt het er ook vanaf hoeveel mensen, weet je welke periode. Dan, dan stemmen we af en dan bieden we die training aan op maat. Dat oh, is very nice. Um, je hebt uitgelegd van waar de inspiratie komt. Je bent hmm. je droom achterna. Gaan. Ja, het ja, ja. is live en kicking. Je bent ermee bezig. En in het vorige gesprek gaf je ook iets aan van, van iets over Growing Seeds. Misschien wil je daarover meer vertellen? Ja, dat klopt. A growing Seeds is een kids education center. Vandaar dat ik dus zei van we willen veel doen met kinderen. En a Growing Seeds is eigenlijk ontstaan aan de hand van de behoeften die we hebben geconstateerd bij Teach Consciously. Waar we leiden studenten op tot pedagogisch medewerker. En dan moeten die studenten op een gegeven moment stage lopen. Hoe ga je anders het werk leren, toch? Je moet die skills gaan ontwikkelen. En er zijn een aantal crashes verbonden aan Teach Consciously. En onze studenten gaan daar. En het is erg goed, gaat goed, smoothly, het is leuk. Maar je wilt meer doen met de studenten. Je wilt dat ze meer ervaren. Je wilt voor verdieping zorgen. En dan moet je een opleidingsplek hebben. Hmm. Dus hebben we een eigen kinderdagverblijf sinds kort opgestart. Vanaf oktober. En het is een groene kinderdagverblijf. Een groene Waar je ook echt kan exploren. En de studenten gaan dan een opleiding. gaan de emphasis op groen kinderdagverblijf. Ja. Wat. Wat ja, een dat? groene kinderdagverblijf, dat betekent dus dat kinderen heel veel in contact komen met de natuur. Toch met het verzorgen van dieren, met het planten, maar ook gewoon de hele omgeving is zodanig ingericht dat het kind het effect voelt van wat betekent het om tussen bomen te zijn. Want we hebben ook onze eigen natuurpark. Dus oh, wow. het kinderdagverblijf grenst aan een natuurpark, wat dus hoort bij growing seeds. Oké, okay. ja. waar is de, dit kinderdagverblijf? Uh, dit kinderdagverblijf is in Kamowena. Oh, wauw. Ja, al een district waar je de rust, en het is lust en rust. Mm -hmm. <laughs> dus mm -hmm. het doet de naam eer, om het mm -hmm. zo te zeggen. Het is over het algemeen daar vrij rustig. Maar doordat het een eigen natuurpark heeft, waar veel bomen, vogels, vlinders, daar de hele tijd weet je, rondvliegen, dan zorgt het voor een extraatje. En het is leuk om te zien hoe de kinderen s'morgens lopen... Om hun bloemen te gaan plukken voor de klas. Oh, wow. Om paddenstoelen te bewonderen met een vergroot glas. Om naar vlinders te zoeken. Om aan te voelen hoe mos aanvoelt. Je ziet dat kinderen leven. Kinderen hebben soms nooit een kip vastgehouden. Ze hebben thuis nooit met een konijn misschien van dichtbij een, een konijn kunnen aaien. En die ervaringen doen ze op. En de studenten leren. Hoe ze die activiteiten moeten begeleiden. Oh, wow. Gewoon lekker picknicken in de tuin, kamperen in de tuin. Het is een ander leven. En het kind, alles wat je zou kunnen doen in de klas, je kunt het dubbele ervan doen in de natuur en met meer effect. En dat promoten wij. Omdat dus echt, het echt gezond is. Het is gezond, maar het is ook gewoon een geniaal idee. Ja. En, en, en als ik in Paramaribo woon, kan ik mijn kindje ook gewoon inschrijven? Ja, dat kan. Als dus je bereid echt... bent de afstand natuurlijk mm -hmm. te, uh, te overbruggen. Mm -hmm. Maar we hebben het bewust gedaan omdat, kijk, in Paramaribo heb je al heel veel goed draaiende kinderdagverblijven. Maar wie kijkt naar de districten? Toch? Dus we zeggen, het is een challenge. Teach consciously, <laughs> naar de districten. Juist, yes, eh? dus we willen daar eh? een aanzet, we hebben een aanzet gemaakt. Maar zo moeten ook mensen in de districten gaan. Want ook daar zijn er kinderen van Suriname die het beste, ze verdienen het, ook beste. Ook het beste. Ja, toch? Dus het is een challenge, want het um, is een kinderrijke omgeving. Maar ouders moeten gaan beseffen dat het iets anders is om je kind gewoon thuis te houden. Tuurlijk krijgt dat kind die liefde en de warmte thuis. Maar op school, in het verblijf, is er heel veel ontwikkeling aangekoppeld. En dat mist het kind als het kind thuis is en niet in een kinderdagverblijf. Jullie doen al zoveel. Ja. In deze korte tien minuten heb ik al zoveel gehoord. Maar zijn er nog meer evenementen of dingen op de planning? Ja, dus binnenkort hebben we een evenement vanuit Teach Consciously, een meet-and-greet session. Mm -hmm. Speciaal voor managers van Kinderdagverblijven, maar ook gewoon anderen die geïnteresseerd zijn. Kijk, er gaan heel wat dingen goed, maar er zijn zeker ook zorgpunten. En een groot zorgpunt, wat wij dus ervaren, bijna elke dag bellen er mensen, want dan heb je leidsters voor ons. Want dan merk je dat de pedagogische medewerkers komen. En dan denk je van hé, hey, ze gaan blijven, je werkt ze in. En dan plotseling na een maandje verdwijnen ze weer. Dus het is steeds aanwerven van personeel. En dat is nu een zorgpunt. Toch? Dus we gaan nadenken over tijdens deze sessie. Hoe kun je goede medewerkers binnenhalen? Wat kunnen we met z'n allen doen? Weet je, want als team sta je sterk. En als we vanuit verschillende invalshoeken nadenken, moeten we wel met de oplossing komen van hoe het beter kan. En dat hebben we die dag. Dus ik hoop dat veel mensen zich aanmelden. Zodat we samen, weet je, problemen kunnen oplossen. Nou, wanneer is het? Want dat 7 mei. Ook... 7 mei. Ja, ja, en het is in Kamerwijnen. Bij, bij de groene school. Juist. En dan kunnen ze ook wel lekker in een relaxe omgeving, het is denk ik op een zondag, mm -hmm. en dan kunnen ze op een, in een relaxe omgeving nadenken over problemen. En daar zijn natuurlijk kosten aan natuurlijk, verbonden, ja. dat is 500 SRD, mm -hmm. er zullen sprekers zijn, ik ben er natuurlijk ook bij om mm -hmm. het geheel en goede zaken te leiden en zelf ook de trainer die dag. Mm -hmm. En dat is het, die 500, maar je krijgt natuurlijk daar heel veel kennis voor terug, mm -hmm. motivation, tools en natuurlijk ook een hapje en een drankje. Oh, Wauw. Nou, mevrouw Wandana, u bent heel erg goed bezig. Ja, en dat ik, voelt ook zo aan. And that is, that's, ik, Al voelt het zo, en als iemand ooit zou zeggen: It's not true, it's really. <laughs> dus hou dat gevoel gewoon vast, want ja, dat is ook ja. gewoon echt werkelijk zo. Um, ik vond het heel fijn dat hij bij me was en ik hoop dat hij nog heel lang door kan gaan. Om les te geven, te trainen, te educaten, te, te exploren, te expanden. Want yes. Suriname heeft meer mensen als u nodig. Ja, maar het komt wel. Toch? Je, uh, je, je kan mensen verlichten, je kan mm -hmm. mensen inspireren. En als je het goed doet, vind je wel zeker mensen die door jou geïnspireerd raken. En dat komt wel. Waar kunnen ze u bereiken als ze zich willen opgeven voor deze training of als ze gewoon willen langskomen om meer informatie te halen over uh, ja. Teach Consciously, de groene school en of tenminste Growing Seeds. En and, ja. de and uh, meet and greet van 7 mei. Ja, well, we hebben een Facebook page. Mm -hmm. Teach Consciously heeft een Facebook page en een website. Ze kunnen dus daar gaan zoeken. Mm -hmm. Ze kunnen ook wel bellen op het nummer 895 3 keer 38. Dan, dan krijgen ze meteen antwoord. En ook growing seeds, ze moeten zeker een kijkje nemen op die FB page, want dan kun je ook zien hoe kinderen genieten. Maar ook daar kun je een kijkje nemen op Facebook en je zo opgeven. Alrighty. Nou, bedankt voor het komen. Yes. Heel, heel veel succes verder met de school, mm -hmm. um, het instituut en uh, ik hoop dat u echt een massale opkomst krijgt. Zie van mij. Ja, daar gaan we vanuit. Oké. Okay. Yes. Nou, jullie hebben het gehoord van mevrouw Wanda zelf. Ze is de oprichter van um, Teach Consciously. Ze heeft ook Growing Seeds, een school waarin de kinderen in contact komen met de natuur. En alles leren hoe het is om samen met uh, de dieren, de insecten, everything else, gewoon uh, op te groeien en vrij te zijn. En ze heeft komende, nou ja, het is op een zondag, maar ze heeft op 7 mei een uh, meet and greet voor alle mensen die bezig zijn met kinderen. En of meer willen leren over hoe ze goed met kinderen moeten omgaan. En everything that goes with it. Daarvoor kan je op 7 mij opgeven. En als je meer informatie of duidelijkere informatie wil. Kan je kijken op hun Facebook pagina's. En uh, go and educate yourself. Nou, nogmaals bedankt voor het komen. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. En remember your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.